Xavier, van merk veranderd. Ah. Dag, sergeant-majoor. Sergeant-majoor. Je gaat me toch niet zeggen dat je mij niet meer kent, hè, Xavier? Zie ik je goed, schat? Maar, Janine, allee, Janineke, hoe lang is dat niet geleden? Ik had nog haar tot op mijn derrière en jij kon nog door het sleutelgat. Zeg, je hebt precies goed getoeterd, hè? Dat is mijn levenswerk, hè. Oh. Ons Carmenneke zaagt daar al wel eens over. Oh, ons Carmenneke, dan heb jij toch nog het geluk gevonden, gij. Jij? Ik ben nog altijd alleen, Xavier. Jij? Zo'n lieveke gelijk jij, Halle. Oh. Ja? Ja, Carmenneke, ik heb bijna alles. Nu moet ik doorgaan. Allee, tot nog eens, hè? Ja, tot maandag in de kazerne. Nog, jij weet dat nog niet. Ik ben uw nieuwe baas. Oh, is dat een... Oh, dat is tof, zeg. We hebben nogal wat afgelachen in de tijd, hè. Oh ja, met uw zotte kuren en uw moppen. Ja, met mijn moppen ook. Kende deze al? Wat moet je doen als een dom blondje een handgranaat naar u gooit? Ah wel, de pin uittrekken en teruggooien. Ja? Wat vraagt een dom blondje als de dokter zegt dat ze zwanger is? Is toch niet van mij, hè? Ja, want is die slecht? Is die slecht? Deze is straffer. Ja? Welk geluid maakt de deurbel van een dom blondje? Dom ding, dom ding, dom ding. Het is al een grote jongen, hoor. En dit is zijn favoriete knuffel. Ja? En om 4 uur geeft je hem dan een betterfood. Mm-hmm. Wauw! Een Winnie! Oh. Ja, heb ik nu alles gezegd? Ja, ik denk het wel. Allee, geniet maar van uw citytrip. Ja. Jaro is bij ons in veilige handen, hè, Mark? Ja, dat zeker, Wieke. Wij gaan ons amuseren, hè, maat? En straks, dan neem ik u mee naar de kermis. En dan gaan we samen in de botsauto's. Maar ik maakte maar een grapje, hoor. Ah. Maar nee, Bieke, zo'n klein mannen vinden dat super tof. Els, maakt u geen zorgen, ik hou hem wel in toog. Allee, ga nu maar. Ja. Of je mist uw vliegtuig nog? Ja. Ja, Rob. Braaf zijn, hè, man. Hé, mama is niet lang weg. Ja, allee. Ja. Els. Ja. Hey. Dag. Amuseert u, hè? Ja. Dag. Dag. Ja. Zies weg. Jee. Je bent precies blij met onze logé. Ja, het zal nog niet bieken. Die hebben we aan een kleine zonder te moeten vrijen. Hij blijft wel maar een paar dagen. Ja. Dus, hè? Als wij een kleine willen, dan zullen wij die zelf moeten maken. Huh? Bieken, nee. Toch niet waar er kinderen bij zijn. Ja, Xavier, nu zijt je toch wel heel stil. Ja, een groot verschil met deze namiddag. Hij is gisteren weer blijven plakken, hè? Met de scène. Pascal, heb jij nu niks tegen de kop, hè? Ik zeg dus een groot verschil... Met deze namiddag. We hebben gisteren het afscheid van de kroet gevierd. Vieren noemt hem dat. Gaat hem moeten zien thuiskomen, zeg. Een groot verschil met deze namiddag. Hier, Xavier, een bruistablet. Ja, maar laat dat water maar zo.
Zeg, madame Carmen. Nee. Hey, iedereen. Oh, Pika, zeg. Wat deed jij nu bij? Een kindje. Ja. Dat is Jaro. En die komt een paar dagen bij ons logeren. Oh, zeg, wat een lief bazekje. Och, Pika, wanneer ga jij daar nu ook eens aan beginnen? Ja. Willen wij er in de rapte? Is eentje fabricoleren, Pascal. Ik heb het wel over ons bieken, hè, Balthazar. Ah, je wilt dat met bieken? Nog beter. Spannend. Zeg, bieken, gaat dat bij lukken, dat babysitten? Allee, Pascal, ze babysit toch al jaren op Markske? Ja. Zeg, maar ik bedoel, je gaat het heel druk hebben met je werk, hè. Weet je wat? Ik zal wel op dat manneke passen. Nee, maar ik heb tijd zat. Allee, kom dan. Komt jij nu toch ook eens kijken, hè, naar dat dingetje? Xavier! Die zit met zijn gedachten ergens anders, hè, jongen. Hé? Wat? Wel ja, bij dat madameke van in de winkel zeker, hè. Wat is dat allemaal? Man, niks bijzonders, Sjoeke. Ja, amai, zeg, zo zag het er anders niet uit, zeg. Oh. Er is toch niks dat jij verzwijgt, hè? Man, nee, ik heb deze namiddag in de supermarkt Janine teruggezien. Ja, dat is een buurmeisje van vroeger. Wij speelden vroeger samen. Doktertje zeker. Ja. Ach, kom, Fernand. En nu wordt die Janine mijn nieuwe overste in het leger. Voilà, nu weet je alles. Oh, als dat maar is. Zeg, madame Carmen, ik vind dat jij daar rap over gaat. Ik vertrouw mijn ventje, hè. Voilà. Pas maar goed op ze, hè, want... Dat zijn venten genoeg die thuis zo een beetje trainen. Maar op verplaatsing de goals gaan maken, hè? Fernand, als jij nu niet gaat stoppen met dat gestoken, ja. Maar je wordt kwaad, hè? Nee, zeker. Zeg, madame Carmen, je moet zich nu toch niet krikkel maken als er niks van aan is, hè? Ja, wat scheelt er? Zeg, heb jij misschien een vuile pamper? Hè? En gaan onkel Mark u een andere aandoen? Ikke! Ah ja, wat scheelt ik? Allee, kom. Jij moet dat leren, hè? Tegen de tijd dat wij zelf een boeletje hebben. Maar Bieke, dat stinkt zo. Oh, dat bent wel. Kijk, mijn keer hier. Zo, kijk. Voilà. En zo. Voilà, zé. Laat een keer zien wat dat je kunt. Oké, zo. 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 Ja. Kaka. Dat hier voor een lawaai. Ik ben zo blij dat ik kan ik niet slapen. Ja, Fernand, Jaro heeft mijn nieuwe pamper nodig. En ik heb mijn nachtrust nodig. Kom, je kleine moet hier buiten. Allee, Jaro, lach eens vriendelijk naar de boze meneer. Ja, schoon, hè, mevrouw. 250 euro. Dat is wel veel, hè? Zeg, maar... Zijn jij niet de vriendin van Xavier Waterslagers? Vriendin? Dat is wel veel gezegd, hè? Allee. Ik heb u twee toch gisteren bezig gezien in de winkel. Toevallig, hè? We konden toch goed met elkaar vinden, hè? Ja. Ik ben nog zijn buurmeisje geweest. Ah. En zijn eerste lief... Ah, allee, maar dat is interessant. Dat laatste heeft hij er niet bij verteld. Het heeft ook niet lang geduurd. Hoewel, Xavier is u nog lang niet vergeten. Zeg maar. Hoezo? Sinds dat hij mij heeft teruggezien, spreekt hem over niks anders. Oh, gij. Kom. Gij waart niet alleen zijn eerste liefde, maar ook zijn enigste liefde, hè?
Zijn mij iets aan het wijsmaken, gij. Belangen niet. Zijn vrouw Carmeno, die is groen van jaloezie. Ah ja, ja, maar als Xavier zijn mond open doet, dan is het van Janineke van hier, Janineke van daar, Janineke van boven, Janineke van onder. Enfin, dat is een lang verhaal, kort te maken. Ze vlammeke voor u, dat is nog lang niet gedoofd, neemt dat van mij aan, hè. Jij kent Xavier precies goed? Oh, dat zal nog niet. Die speelt toch hierover op dat patatenveld, hè? Nee. En voetbal? Ja, hij probeert, hè. Oh, maar het is deze namiddag match. Kom eens kijken, dat zal Xavier plezier doen. Ik zal nog wel zien. Wat moet dat kosten? Als wekker? Wow, €50. Dat is te veel. Dan brul ik ze wel wakker. €40. Dat nog eens? Ja. Ik zal de groeten doen aan Xavier. En aan Carmen. Man, man. Zijn eerste lief. Ja. Vind jij dan niet verdacht dat hij dat voor u verzwegen heeft? Hij zal dat gewoon vergeten te zeggen zijn, hè? Oh, die is dan opzettelijk vergeten, ja. Omdat hij iets met haar heeft. Xavier, doe zoiets niet. Daarvoor ken ik hem te goed, hè. Madame Carmen, je weet wat ze zeggen, hè. Oude liefde roest niet. Jammer. En jij hebt niet gezien hoe die twee mekaar aan bepotelen waren in die winkel, hè. Fernand, jij ziet spoken. Xavier houdt zich met dat soort dingen niet bezig. En hoe komt dat, denk je, hè? Omdat hij thuis zijn kruid spaart om het op een ander af te scheten, hè. Hey, stop nu eens met mijn ventje zwart te maken, hè. Een bollet af, ja. Judas. Oké, maar kom achteraf niet klagen. Ik heb je gewaarschuwd, hè. Weg! Ah, dank u. Fernand, wat doe jij hier? Xavier, goed dat ik u zie. Ik kom speciaal voor u. Xavier, ik kom u een goede raad geven. Goede raad? Ja, Xavier, jij? Xavier, luister. Nu het slecht gaat tussen u en madame Carmen. Maar Fernand. Xavier, koop haar eens een kleine attentie. En zo'n een antieke parfum of zoiets. Ja, maar dat gaat alle twijfels bij haar wegnemen. Ja, maar Fernand, ik zou... Xavier, luister naar iemand die het goed mee meent. Allee, ben terug, Sjoeke. Sjoeke? En wie is dat, u Sjoeke? Ik of die Janine? Ja, niet opnieuw, hè, Sjoeke. Waarom heb je dat verzwegen, dat dat uw eerste lief was? Ik heb niks verzwegen. Ik wou dat... Antwoord! Omdat ik wist dat jij zo jaloers ging reageren. Oh, jij durft te beweren dat ik jaloers ben. Nee. Ik wil gewoon weten wat jij achter mijn rug allemaal uitspookt. Maar jij moet je zo ongerust niet maken. Voor mij is één vrouw meer dan genoeg. En jij, hè? Oh. Die Janine en ik, dat is puur professioneel. Ja, het is nu geraden. Want anders, hè? Ja. Kwak. Ja? Helemaal. Hé, ma. Hey. Oh, zeg. Ja. Och, ziet hem daar zitten in zijn badje. Ja, zeg. Tipieke, is dat water niet te heet? Nee, ma. Nee. Nee, ma. Zo niet? Zo. Het zou niet het eerste kindje zijn dat zo brandwonden oploopt, hè? Bieke, zij voorzichtig voor dat hoofdje maken. Ik weet echt wel wat ik doe. Ja, maar ik zeg dat alleen maar om u te helpen. Voilà. Bea, pas op, straks laat het dat schaapje nog vallen. Allee, oh, is het niet leuk? Maar allee, hoe doe jij dat nu? Kom, laat me doen. Bartje, alsjeblieft, houd er mee op, hè. Altijd uw moeie. Je maakt me helemaal zot, zie. Oké, het is al goed. Ik ben al weg. Maar kom achteraf niet klagen, hè. Dag, ma. Telefoon. Ja, kom. Ja. Naar rechts. Ja. Hier. Zo.
Hallo, Bieke Krukke. Ja, meneer Tielemann, ja, zeg maar. Wat nu? Maar het is wel zaterdag, hoor, en ik zit hier met de... Ah ja, oké, ja. Ja, goed. Dag, meneer Tielemann, ja. Ja. Oh, shit, hè. Oei, wie was dat? Tielemann, een klant. Oei. Ik moet onmiddellijk een reclamecampagne gaan bespreken of ik ga naar de concurrentie. Zal ik uw maag aan terughalen om op piano te passen? Nee. En dan altijd moeten horen zo van... Ah, zie je wel dat ik gelijk heb, hè? Nee. Maar, Bieke... Dat plezier, dat gun ik haar niet, hè. Nee, maar, wie gaat er dan op hem letten? Jij? Ik? Maar ik kan niet. Ja, Bieke, het is match en Paul die rekent op mij. Ja, maar ik reken ook op u, ja? Ja, dat is Fernand. Kom je weer reclameren? Nee, ik kom incasseren. Voilà, de rekening van een dokter en de apotheker. Ik zie dus scheel van de koppijn en dat komt dus allemaal door dat klein blijdmachine. Heerlijk, kameraad. Jij gaat me geen twee keren liggen hebben, hè. Fernand, hier, dat betaal ik niet. Ah, nee? Denk niet dat ik me deze keer ga inhouden, hè, Bieke? Hij ook niet. Verdomme, Mark, let al eens op uw spel. Shit, toch. Kan er ineens achter het net staan. Ja. Xavier. Twee keer raden waar die met zijn gedachten zit. Ja. Goed werk, doorgaan! Sorry, Paul, de kleine moet eten. Nul. Vier. Ja, en we zijn nog maar halfweg, hè, mannen. Ja, maar ja, nee, het is een schande. Maar dan ligt dat Markske. Die is er met zijn gedachten niet bij. Oh, ja, natuurlijk, ja. U valt weer niks te verwijten, zeker. Hè? Nee. Je hebt ook nog maar vier goals binnengelaten. Oh ja, de wind zit verkeerd. Kom, mannen, kom. Ik wil hier straks van iedereen 200% inzet. Begrepen? Kom maar, hey, kom aan, Mark. Hey, kom maar. Kom aan, man. Let's go. Ah, hier is hem zelf. Wat doet die kleine hier? Ja, Paul, kon hem toch niet alleen op de loft laten? Verdomme, Mark, jij moet direct terug het veld op. Dat weet ik wel. En wie is er nu? Hey, arbiter, hij staat met 12 op het veld. Dat meent je niet alleen, voorzitter. Toppe, laat ons een keer verder spelen, alstublieft. Ja, maar die madame zullen wel op die kleine letten. Doortje. Ja. Zeker, hè. Oh. Amai, madame Carmen. Jij ruikt zo lekker. Passion d'amour van mijn ventje gekregen. Oh, schoon gest. Maar ik vraag me wel af wat daarachter steekt. Zeg, je gaat toch weer niet beginnen, hè, Fernand? Als Xavier mij die parfum geeft, wil dat zeggen dat hij mij nog heel graag ziet. Ja, dat kan. Maar het zou natuurlijk ook een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn, hè? Dat doet mijn ventje niet. Zo slim is hem niet. Hey, daar is het, zeg. Uw Xavier, zijn vlam. Dat is zijn vlam. Wat komt hij hier eigenlijk doen? Ik weet niet. Uw Xavier zijn schoon benen komen bewonderen, zeker. Allee, Xavier, je ontpakt de ballen. Ze noemde wel schat.
een vrouw allemaal niet kan teweegbrengen, zeg. Uw Xavier flirt helemaal op met dat Selineke in zijn buurt. Nou, hun relatie is puur professioneel. Ja, ja, zo begint dat. Oh, er is niks tussen die twee. En daar ben ik met rusten. Zeg, Xavierke, ik wist niet dat jij zo'n keeper waard, jong. Had jij bij de Rode Duivels moeten spelen? Ja, pas op, hè. Zelfs krijg ik zo'n kop. Dan kijk ik wel liever naar de bal. Xavier, in uw goal. Ja! Of puur professioneel. Oh, Mark. Gaat je nu eindelijk slapen? Pieken, ik ben er niet gerust in. Dat kindje is veel te stil. Dat komt omdat hij slaapt. En dat zou ik ook graag doen, ja? Ja, nu kan ik eindelijk gerust slapen. Man. Zeg, Xavier. Sinds wanneer tijd jij fluitend naar de kazerne? Ja, sinds de kruiter weg is. Hé, gedaan met de onderdrukking. Ho, rustig. Wacht maar af. Misschien is die nieuwe nog een grotere tiran. Hé, we hadden het met die nieuwe niet beter kunnen treffen. Hoe? Kent jij hem? Hem? Het is een haar. Oh. Man, wij gaan plezier maken. Wij gaan pinten pakken en moppen tappen. Ja, vandaag wordt het leger bevrijd door Janineke. Janineke? Ja, Janineke. Ke, ja. Zeg, ze was mijn eerste lief. Oh, man, vanaf vandaag is het alle dagen feest. Oh. Ja. Hey. Hoppa. Ja, maar, zeg, de heren hebben zoveel plezier. Ja. Hey? Ja. Waar is de tijd dat ik u twee de deur moest uitduwen om te gaan werken? Ah, maar dat komt door Janineke en Carmen, hè, Xavier? Door Janineke? Ja, de Xavier zegt dat zo'n toffer is, hè, Xavier? Maar zo'n toffer is dat nu ook weer niet, hè? Oeh, en daarjuist zegt dat we er zoveel plezier mee gingen maken. Dat heb jij waarschijnlijk verkeerd begrepen. Allee, kom, hop, de plicht roept. Hopla. Dag, Sjoeke. Dag, Sjoeke. Pak aan. Allee, pak vast. Ik zeg je. Maar allee. Je. Oh, Janineke, ook een pintje. Zeg. Er schiet mij nog een goeie op te binnen. Okay. Maar, ja, hey, dat is een goeie, hè? Ja, dat is echt een goeie. Hey, waarom gaat een dom blondje op een tuinslang staan? Om plat water te hebben. Dat is geen goeie. Jij bent toch geen blondje, hè? Zijt je bijna uitgelachen, waterslagers? Nee, waterslagers. En sinds wanneer worden de oversten niet meer gegroet? Oh, jij bent ook een goeie. Ik meen het, waterslagers. Ja, maar allee. Wij zijn toch onder vrienden? Dan is al die zever toch niet nodig, hè?
Genoeg, waterslagers! Maar je ziet precies echt kwaad. Je mag gerust zijn. Ik verwacht u alle twee straks op mijn bureau. En niet om moppen te tappen, waterslagers. Geef... Hey! Het is niet waar, hè? Laura? Meneer? 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 Ja, hou die vast, hè? Die mevrouw die wil koersen. Je bent buiten adem? Ja, er was in het dorp een mevrouw die per se met mij wou koersen. Oh, zeg, je hebt toch weer geen zotte kuren uitgehaald met dat kind. Nee, nee, maar. Pietje! Zeg, ma! Mark! Wat? Dat is Jaro niet! Nee. Oei. Hier zit je. Ja, ma. Geef me mijn kind terug, vuile kidnapper. Dat zal uw kindje zijn. Ja, dat is mijn kindje, ja. Oh, excuseer, hè, mevrouw. Maar ik zal per ongeluk de verkeerde buggy hebben meegenomen. Blij zijn dat ik de politie er niet bij haal. Ja. Ja. Zo is kunt je ook alleen maar met mij meemaken, hè? Ja, ja. Madame Pascal geeft me eens rap een vieuwtje. En... geef madame Carmen een dubbele porto van mij, want ze zal het wel nodig hebben, hè, nu dat ze weet dat haar vent haar bedriegt. Man, 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 wat een miserie, hè, miserie. Fernand, jij weet echt van geen ophouden, hè? Mijn ventje bedriegt mij niet. Hoe dikwijls moet ik dat nu nog zeggen? Madame Carmen, durf nu toch eens de waarheid onder ogen zien. Zeg, Fernand. Madame Pascal, moeite niet. Zeg, nu heb ik spijt dat ik geen vlieg ben, hè? Ja, ik ook. Dan kon ik u een ferme klop op uw kop geven met mijn chakos. Ha, betondrik. Nee, 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 nee. Dan vroeg ik nu direct naar de kazerne, hè. Om te zien wat die twee daar nu aan het doen zijn. Oh, werken. Niet meer en niet minder. Oh, naïef. Zeg, madame Carmen, dat is zeker lang geleden dat jij nog in de kazerne geweest bent. Ja, waarom? Maar daar is dat tegenwoordig toch je werk niet meer. Met die hervormingen van tegenwoordig stond nog kwijt nu veel bedden leeg. Jammer, jammer. En wat kan een man zoal doen, hè, in een leeg bed, om een tijd te passeren? Hè, jammer. Zeg, want die boefers die geven van katoen, hè. Oh, man. Verna, voor de laatste keer, laat mij gerust. Oké, jammer, ik moet het zelf maar weten. Hè. Carmijn, je moet u toch zo niet op stang laten jagen. Oh, waarom zou ik, hè? Ik vertrouw mijn ventje. Ja, voor 100%. Je vindt Xavier wel om het hoekje. Ja. Xavier, kom aan. Dieper. Laat zien dat je ballen aan je lijf hebt, man. Zeg, is dat nu uw lief, Janineke? Ik begrijp er niks van, jong. Zwijgen en pompen. En ik ben hier sergeant-majoor De Wolf, is dat duidelijk? Jawel, Janineke. Jawel, sergeant-majoor De Wolf. Het leger is geen speeltuin. En doe er nog maar 50 bij, Xavierke. Hopla. Kan ik helpen, mevrouw? Nee, ik kom mijn zoontje oppikken. Ah, is dat blij passie van u misschien? Excuseer? Schoonmonturken, hè, juffrouw.
€20? Nee, dat is veel te veel. 19,80 euro misschien. €19,60. €19,40. Ek. Ja, binnen. Hey, kijk eens wie daar is. Hoe was het in Barcelona? Oh, fantastisch. 10 euro, dat is mijn laatste bod. Allee, omdat je niet opgeeft. Aha. Hij is er heel braaf geweest. Oh ja. Ja, ja. Als je nog eens een babysit nodig hebt, je mag hem altijd brengen. Hè? Bieken, ik weet niet of je dat zo leuk gaat vinden. Oh, hela, hela. En waarom niet? Zeg, ik zie heel graag kinderen. Hè? En zeker als zo'n klein mannetje zijn. Hè? Ah. Hebben vriendje. Ja, Poetie. Merel!